De wasdroger van Monique Westenberg heeft het begeven. Dat is natuurlijk erg vervelend, maar gelukkig staat haar moeder voor haar klaar. Ze neemt de was van Monique over en zorgt ervoor dat alles weer schoon en droog wordt. Monique is erg dankbaar voor de hulp van haar moeder en laat dit weten via haar Instagram Stories. Ze plaatst een foto waarop ze een mand vol wasgoed draagt, samen met haar zoon Duire, die ook mee is gegaan naar zijn oma. Ze schrijft erbij: wasdroger kapot en dan is mama je reddende engel. Monique kreeg echter niet alleen maar positieve reacties op haar Instagram. Ze had ook een foto gedeeld van haar diner ter ere van haar verjaardag, maar daar was niet iedereen even enthousiast over. Sommige volgers vonden dat Monique er anders uitzag dan normaal en vroegen zich af of ze haar gezicht had bewerkt. Waarom heb je je gezicht zo bewerkt? Je bent jezelf niet op de foto, luidde een van de kritische opmerkingen.